komt een vrouw bij de Lidl en die vraagt naar Engelse chocoladekoekjes. Heeft u soms van die lekkere Commonwealth bitterkoekjes? Als u echt iets bitters wilt, zegt de man die achter haar staat en die dan van die winkel is, dan moet u eens kijken bij de opblaasartikelen, want daar ligt iets in de vorm van Margaret Thatcher. Ze komt bij die afdeling, na dat ene lange rek met die currysaus en mayonaises, kijkt naar die lelijke vorm die daar tussen de aanbieding opblaasboten ligt, checkt of niemand het gaat zien en pakt een schroef, want echt, joh, en dan lukt hij op de beurt en zeven keer, want zoiets en dan kan de broek van zijn hulpop is. Ja. Irritation is a phenomenon that many ambassadors suffer from, especially in the weekends when they cannot go to the embassy. A human resource manager has a good idea to turn this phenomenon around. He wants those people to be irritated at work and happy in the weekends. The English ambassador, who is present at his PowerPoint presentation of the man, he says, "Excuse me, sir, but are you from the Falklands? Because if you make a left turn and take the overall bend into the tunnel and enter the strip, you will find the hot pants and ask my wife to go all the way and the dog in the room and the broken zipper." On a Saturday. Cuando esté la cena, yo le aviso. Ah. A ver, ¿qué tiene ahí? Uy. ¡Pero qué cosa! No tiene que comprarle todo lo que le pide.